Goedenavond allemaal. Ik zie dat er al mensen beginnen binnen te druppelen. Ik ga even zorgen dat ik mijn iPad of dat mijn laptop goed staat, dat ik jullie mee kan volgen. Dan komt het helemaal goed. Even kijken. Ik moet altijd opnieuw opstarten, anders krijg je de live niet, hè. Ik kan het even aan wennen. Even kijken, zit hij er nu? Nee. Kunnen jullie mij zien? Ik krijg mezelf niet in beeld, dus ik ga even zoeken, jongens. Dames. Ik weet niet of dat te maken heeft met dat ik hem nu anders opgestart heb. Want nu kreeg ik een vraag van Facebook. Wil je hem koppelen aan je evenement? Want dan kan je hem zien. Ja, ik zie mezelf. En dan ga ik hem gelijk even groter zetten. Ja, daar is die. Ja, leuk dat jullie in ieder geval melden van ik zie jullie. Of ik zie je, Marjan. Nou, we gaan beginnen. Voor degenen die gisteravond niet gekeken hebben bij mij, die wil ik toch nog eventjes hier via de livestream van Studio Light de allerbeste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar. En ik hoop dat eigenlijk dit jaar we wat meer vrijheid krijgen. Dat het wat beter mag gaan. Dat iedereen ingeënt mag worden. Of is. Dat we nou gewoon weer kunnen doen wat we willen. Dat we weer aan een beurs kunnen. Dat ik jullie weer in levende lijven een keer kan zien of ontmoeten. Dat lijkt me gewoon het leukste. En laten we hopen dat dat zo snel mogelijk weer gaat gebeuren. Nou, op mijn iPad krijg ik mijn live niet, maar goed, we gaan gewoon lekker zo verder. Wat ga ik vanavond doen? Aanstaande vrijdag, of in ieder geval eind van de week, komen er nieuwe doodlemasks uit bij Studio Light. Nou, degenen die een beetje op Facebook kijken, die hebben al behoorlijk wat langs zien komen van Dini en van Kira. Van mijzelf nog niet heel veel, want ik wilde jullie vanavond verrassen natuurlijk met een aantal dingen die ik gemaakt had. En als ik alles al weggeef, dan blijft er voor vanavond niet zoveel over. Maar goed, welke masks komen eruit? Dit ga ik zo meteen weer op een stapeltje doen. Trouwens, ik doe het nu, want dan kan ik jullie de masks laten zien. En dan ga ik vertellen wat we gedaan hebben. Zo, nou je ziet, ik heb genoeg te laten zien. Ik ga even een zwart blaadje pakken, die leg ik eronder. Want dan kan je goed zien welke masks ik heb. We hebben deze kleine mask. En daar zitten kleine mandala's op. En eigenlijk is dat best uniek. Ik heb ze zelf nog niet zoveel in dit formaat gezien. En het leuke van deze is dat je er dus kleine dingen, projecten mee kan maken. En ik denk dat dat juist het leuke is. Dat je, ik zal even een klein voorbeeldje laten zien. Straks ga ik er meer over vertellen. Maar deze, die is gemaakt bijvoorbeeld met deze. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Want hier is er nog één. En deze komt van deze af. Dit is mask 9, SL59 en dit is SL mask 58. Het leuke hiervan is, vind ik, is dat je met die afzonderlijke elementen ook je eigen ontwerp kan maken. Je kan bijvoorbeeld deze allemaal in een kring zetten.
dan heb je daar, ja, dan krijg je een kring. Die kan je in het midden en dan kan je die er bovenop zetten. Of deze bovenop die. Zoveel is er wat je zelf wil, wat je kan doen. Dat is met deze ook. Hier zit een leuke rand in. Die rand kan je ook op papier zetten. En daarop weer bijvoorbeeld deze. Eén omhoog en dan de zijkanten. Er is heel veel mee te doen. Dus dat is het leuke van de mask met die kleintjes. Dan zijn er ook grote. Dat is de SL nummer 60. Dat is deze. En de SL 61. Die is er. Ja, welke vind je het mooist? Ja, ik vind ze allemaal mooi. Ik zal even laten zien, heel traditioneel. Want, nou ja, traditioneel denk ik niet echt dat het is. Deze twee masks heb ik gedaan op kraft. Kijk. Overgetrokken met een zwarte pen. Kijken of ik hem er goed op krijg kan. Een zwarte pen. En daarna eerst gedoedeld. Kijk, zo komt hij. En na het doedelen ook met kleur gewerkt. En dan de rondjes die hier buiten staan, ja, die zijn weer naar mijn eigen fantasie erbij gedaan. En dat is eigenlijk dus ook naar je eigen idee. Ook in hetgene wat ik gekleurd heb, met zwart en wit bijgedoedeld. Heb ik alles gekleurd? Nee, ik heb enkele dingen gekleurd. Dat is naar keus. Ik heb nu ook bij deze met zwart getekend. Maar je weet dat je kan natuurlijk ook met wit tekenen. Net wat jij mooi vindt. De ronde. Kijk, die vind ik zelf ook erg mooi. Dat is deze. Dat is de SL60. Die heb ik bij deze, met deze gedaan. En wat ik bij deze. Ja, het is net kant wat je. Even kijken hoe ik hem er zo. Als je het zo ziet, is net kant. En natuurlijk, wat je ook ziet, is de kleurkeuze die je gebruikt. Ook wel weer bepalend voor de uitstraling die je krijgt. Dus gebruik vooral de kleuren die je mooi vindt. Nou, en voor de rest ook gedoedeld. Nou, dan krijg je. Dus dat is eigenlijk wat we vaak doen met een mask en doedelen. Ik heb hem hier. Heb ik nog niet veel op gedaan. Ik heb hem overgetrokken met wit. Want misschien kunnen we straks wel. Kan ik laten zien hoe ik de mandala's inkleur. Dus daarom heb ik die even vast klaar liggen. Dat is één manier van werken. Waar ik. Hoe ik het gedaan heb. Want ook binnen ons team. Zijn er nog een paar die de masks hebben. Maar het leuke is dat we eigenlijk. Ja, best ook wel dezelfde dingen doen, maar ook allemaal een andere invulling hebben van het gebruik van de mask. Hier heb ik bijvoorbeeld een achtergrond die ik heb gespoten met de distress sprays. Daar heb ik hem ook in het wit overgetrokken. En hier kan je dus dan ook weer gaan doedelen en inkleuren. Ik wilde hier kijken of het met glitterpen, omdat ook de. Ja, hij glimt een beetje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar met glitterpennen. Nou, dat is nog een uitdaging die er ook nog ligt voor me. Wat je ook kan doen. Dat is. Bij deze. Dit is een afdruk van een ronde jelly plate die ik heb gemaakt. En daar had ik nog niks op gedaan. Dus die heb ik bewerkt met distress inkt. Wat heb ik gedaan? Ik heb de afdruk. Daar leg je. Je mask op. Kijk. En met die mask. Of en dan met je distress. Met je borsteltje. Gewoon de kleur eroverheen. En als je daarmee klaar bent. Dan zie je dat ik hier dus in het midden gedoedeld heb met een witte pen. Dan moet je wel zorgen dat je ondergrond heel goed droog is. Want als je ondergrond niet droog is, dan kleurt jouw witte pen op in de kleur. Dus dan neemt hij de kleur van de achtergrond over. Dus laat hem voor mijn part een poosje liggen en dan met de witte pen.
Ik heb hier ook met een metallic pen gewerkt om te kijken hoe dat gaat in kleur. Dat gaat dus ook. Doe vooral wat je zelf mooi vindt. Je hoeft ook niet alles te doodelen. Maar ik vond deze echt een heel apart resultaat hebben. En dus gewoon op een jelly plate afdruk. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk om te doen. Hier heb ik er nog een. Dit is een kaart die ik heb gemaakt. Dat is een afdruk van de kleine ronde jelly plate. En daarover heb ik een mask gelegd, een kleintje dus. Ik ga hem even opzoeken. Kijk, die heb ik erover. En die heb ik ingekleurd. Daarna heb ik een randstempel erop gezet. Wat andere stempels, teksten op. En je hebt eigenlijk best snel een pracht van een kaart. Dus ook dit is een mogelijkheid. Je ziet hier dat ik hier de allerkleinste jelly plate heb gebruikt. Maar je kan hem ook groter. Ik heb vanavond een afdruk liggen om eventueel met jullie te gaan doen. Die is groter. Nou, die zal zo meteen hier wel weer voorbij komen. Dan heb ik twee dezelfde soorten kaarten. Ook. Die moet zo. En deze twee heb ik gemaakt op een afdruk van mijn jelly plate. Ik denk dat ik nog wel een voorbeeld heb. Dit is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van mijn jelly plate die in mijn bak ligt. En dan denk ik, wat kan ik ermee doen? Nou, wat je dan doet, dan leg je je mask erop, welke je ook wil. En dan kan je, welke je ook wil, deze bijvoorbeeld. Dan heb, in dit geval heb ik met een sponsje en, kijk waar die is hoor, heb ik gedaan met distress inkt. Heb ik het laten drogen. En daarna heb ik ook nog even met zwarte pen de lijnen gedaan. En je ziet dat in de mandala die hier zit, ook schaduw zit. Dat heb ik gedaan met kleurpotlood. Ook dit ga ik jullie straks laten zien. Dus die. Kijk hoor. Een tag. Ook weer op een achtergrond met distressoxide, wat ik nog had liggen, een restje. Daarvoor heb ik een mask gepakt. Die heb ik erop gelegd. Die heb ik met zwart gedaan. Met zwarte verf, zwarte acrylverf. Die heb ik gedoedeld. En tekst erop. Lintje erin. En je hebt een wat stempeltjes erop. En je hebt gewoon een prachtig label. En dat is het leuke met die kleintjes wat ik net bedoelde. Je kan hier op een klein oppervlak je eigen ontwerpen meemaken. Dus dat is die. Kijk hoor jongens, wat ik nog meer heb. Ik denk dat ik al een aardig heb. Oh ja, dat vond ik ook wel leuk. Nou, kijk, hier heb ik ook een eigen ontwerp gemaakt. Daarvan, dat is deze. Die leg je erop. Kijk hoor, precies hoe die zit. Ik krijg hem niet helemaal goed, maar dat maakt niet uit. Deze. En dan zie je dat ik in de hoekjes weer van het andere mask. Oh nee, hier is het. Kijk, deze. Die heb ik erop gelegd. Omgetrokken. En gedoedeld. En ook wat kleur. Oh, dan vraagt hier iemand, hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Ik moet zeggen dat ik de mask al een poosje in huis heb. En eigenlijk is dit een werkje dat je doet wat ik heel vaak 's avonds doe. Dan zit ik gezellig beneden en mijn man kijkt televisie. En ik ben niet zo'n hele erge televisiekijker, maar ik zit wel heerlijk beneden. En dan zit ik te doodelen en te kleuren. Dus ja, er zitten best wel wat uurtjes werk in.
Maar niet vervelend, gewoon omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. Dus dit is de een waar ik ook weer laat zien dat je een eigen ontwerp kan maken. En dat is leuk met die kleintjes. Dus ook voor de kaartenmakers is dit echt heel makkelijk te gebruiken. Dan, en die vind ik zelf wel heel erg grappig, deze. Er zei er vandaag iemand tegen mij, dat zijn onderzetters. Nou, inderdaad, daar lijkt het op. Ik wil nog proberen of dat lukt als ik ze zou lamineren. Of ze dan mooi blijven, dat weet ik niet. En ook hier weer, eigenlijk een stans. En dit is een hele oude stans over spelbinders. Daarop een witte cirkel. En op die witte cirkel heb ik dus de mandala overgetrokken en gekleurd. Nee, ik zeg het niet goed. Ik heb eerst gekleurd en hem toen gestanst en hem toen hier opgeplakt. Je ziet dat deze eigenlijk qua maat net aan was. Maar ik denk, ik doe het toch. Bij deze heb ik eerst de stans gevraagd. Er vraagt iemand wat doedelen is. Nou, doedelen, dat is het intekenen van je patroontjes. Dus je trekt de mandala over en dan zie je al die figuurtjes. En als je dan ziet in die figuurtjes, ik ga even een voorbeeld pakken. In die figuurtjes ga ik streepjes zetten, rondjes zetten. Ik zet hier puntjes omheen, ik kleur in. Maar doedelen is eigenlijk dus het intekenen van de figuurtjes. Dus dat is doedelen. En doedelen kan je ook met tekenen doen, maar dat is, dan gaan we uitgebreid, dat noemen ze dan weer zentangel. Maar dat is dus eigenlijk doedelen. Maar goed, hier heb ik dus eerst het rondje gestanst en toen gekeken welke mask mandala daarop paste. En hem zo gemaakt en ook in een andere kleur. Want natuurlijk, we hebben allemaal onze kleurfavorieten. Ik ben zelf een hele erge voorstander van de blauwe en de rood, oranje, gele. Maar ik heb toch ook nog wel andere dingen uitgeprobeerd. Omdat ik dat heel erg leuk vond om al die verschillen te laten zien. Maar deze zijn dus heel erg leuk. Dan gaan we verder, want ik heb nog wat. Hier zo, bij deze heb ik dus een, dat noemen ze tegenwoordig een slimkaart, geloof ik. Daar heb ik de mandala's voor een gedeelte getekend op een strook. En deze heb ik ingekleurd met... Heb je ook een tip als je Uniballpen niet wil tekenen? Ik heb één Uniballpen en die heb ik al heel lang en die krijg ik niet aan de praat. Maar dat is eigenlijk mijn enige. Want als ik jullie laat zien hoeveel ik er heb. Ik heb er heel veel. Nou, je mag het zien. Ik zal even mijn doos pakken. Kijk, hier zitten mijn Uniballpennen. Ik gebruik ze dus heel veel. Want ik heb ze ook in kleur. Maar van allemaal heb ik er maar één die ik niet aan de praat krijg. Of ik de punt nou schoonmaak of niet. Ik heb hem al met een speld ingedaan. Ik krijg hem niet aan de gang. Maar dat is er eigenlijk maar één. Oké, terug naar mijn deze. Deze heb ik ook dus gedaan met de Uniball. Nou wil ik daar wel ook wat van zeggen, jongens. De Uniball. Als ik overtrek, kijk wat ik in mijn handen heb. Twee Uniballpennen. De ene is eigenlijk een dikkere en dit is een dunnere. Als ik nu zo'n patroontje overtrek, waar ik dus best kleine gaatjes heb, dan kies ik voor mijn dunne Uniballpen. En ja, waarom? Omdat je dan mooiere dunne lijntjes krijgt. Je kan het hier al een beetje zien. Deze heb ik met de dikkere gedaan en deze met de dunnere. Nou, als je zo'n klein ding doet, dan doet het eigenlijk de dunne, vind ik, het mooiste. Oké. Papier heet maken met de heat en dan rollen met de pen. Nou, Ineke, dankjewel voor de tip. Ga ik zeker proberen. Oké.
Deze heb ik ingekleurd met metallic kleurpotloden. Die had ik nog. Vraag me niet waar ze vandaan komen, want dat weet ik gewoon echt niet. Deze heb ik. En dat zijn metallic colorpencils. Zeg je nou, kleurden ze heel erg lekker? Nee. Maar ik vond het effect met zeg maar een metallic kleurpotlood ook wel even een keer heel leuk om te laten zien. Oké. Dan heb ik er nog één gedaan. Ik loop vast bij mezelf. Ik hoop niet bij jullie. Even verversen. Dan heb ik er nog één gedaan met een goudpen. En dus eigenlijk hetzelfde, maar hiervoor heb ik genomen een goudpen. En hier heb ik dus voor de rest niet gekleurd. Hier heb ik alleen gedoedeld. Zie je, met goud. Eigenlijk vind ik de tekst hieronder niet mooi, met dat wit. Daar ga ik nog wat op bedenken. Ik denk dat ik daar een strookje met goud ga embossen. Moet het ook wel weer de kleur emboss zijn die erbij past. Maar ik denk dat ik dat ga doen. Dus twee slimkaarten. En ik denk dat ik het meeste dan onderhand heb gehad. Oh nee. Kijk. Dit is eigenlijk iets wat er op de planning staat. Dat is helemaal uitgelegd. Het komt aanstaande donderdag op het blog van Colourstock. Dit is een afdruk met de jellyplate. Hier heb ik ook weer een mandala ingetekend aan de buitenkanten. En nou, hoe je dat allemaal doet, ga ik het nu niet over hebben. Dat kom je via mijn Facebookpagina, word je doorverwezen waar die hele uitleg staat. Maar dit is dus ook nog met de mask. En dat was de mask. Even kijken. Deze. SL58 heb ik daarvoor gebruikt. Zo. Ja, mijn ding doet het niet. Ik ga hem toch even, jongens, opnieuw opstarten. Want hij doet het helemaal niet. En ik ga nu even kijken wat er aan de hand is. Ik hoop niet. Zijn jullie er nog wel? Hoop het wel. Nou, ik heb hier geen internet. Ik hoop dat hij nog wel bij. Nou, ik zie dus dat hij bij jullie het wel doet. Ik zie jullie niet. Ik zie ook geen vragen tot nu toe. Dat vind ik heel vervelend, maar ik ga gewoon door. Want ik had nog een voorbeeld. En dat is wel, geloof ik, onderhand de laatste. Ik heb hier een voorbeeld gemaakt met pan pastel. Dus eigenlijk heb ik hier de achtergrond met pan pastel gedaan. Die ga ik zo meteen voordoen voor jullie. Daar heb ik de kleine masks op gebruikt. En die heb ik uiteindelijk ook met krekelmoes heb ik ze ook gebruikt. Nou, hier moet ik voor de rest nog verwerken. Maar ik vond het wel heel leuk om jullie te laten zien dat je dus met deze. Nou, ik heb vier masks. Maar er zitten meer voorbeelden. Dat je ontzettend veel ermee kan doen. Oké. Dan gaan we wat doen. Voor we wat gaan doen, wilde ik ook nog laten zien. Dini heeft jullie gisteren een filmpje laten zien over het inkleuren met de Colorsoft. Zelf ben ik aan de gang gegaan met het kleuren met de Derwent Lightfast en de Pro Color. Dat zijn twee potloden ook van Derwent. Voor de rest ga ik er niet te veel op in, maar ik wilde jullie toch het verschil laten zien. Dit is de Lightfast. En ongeveer dezelfde combinatie is dit met de Pro Color. De Pro Color vind ik zelf een heel hard potlood. Hij geeft mooi kleur, daar gaat het niet over.
Ik vind voor dit werk, vind ik een wat zachter potlood fijner werken. Maar ik heb geen aandelen, ik maak geen reclame. Doe vooral wat je zelf leuk vindt en wat je zelf lekker vindt werken. Dus ik zou zeggen, doe net zoals ik. Maak een lijstje of maak twee stroken en probeer het gewoon uit. Dat heb ik trouwens gedaan met dit stukje uit het mask. Gewoon het bloemetje en uitgeprobeerd. Dan nog een tip. Wat wij heel vaak doen is onderkleuren met wit. Dan krijg je een pittige, heldere kleur. Nu heb ik bij alle bloemen heb ik de bloem in tweeën gedeeld. Deze kant, en dat staat hier ook bij, heb ik ondergekleurd. Bij deze was het dan die. Deze kant ondergekleurd en de andere kant niet. Ik ga er nu niet heel te veel op in. Maar ik ga deze op internet zetten. Dan kan je dus zien wat je zelf het mooiste vindt. Dat heb ik ook nog even gedaan met twee op kraft. Want nu is het op zwart. En op kraft krijg je toch weer een hele andere uitstraling als op zwart. Dus ik heb het ook op kraft gedaan. Halve bloem ondergekleurd. Halve bloem zonder. En de kleuren staan ernaast. Dus dit komt op de site te staan. Daar kunnen jullie kijken. Oké. Dan gaan we nu aan het werk. Ik heb aardig gekletst. Waar gaan we mee beginnen? Ik denk dat ik ga beginnen op een achterafdrukje van de jelly plate. Ik denk dat dat mensen wel leuk, dat jullie dat wel leuk vinden om te zien. Dan ga ik dat even leggen op een stuk papier, zodat mijn mat een beetje netjes blijft. Zo. Dit is dus gewoon een afdrukje wat ik heb gemaakt. En wat ik over heb gehouden. Ik heb een hele bak met afdrukken. Ik zag dat Kira een heel goed voornemen had om de bak leeg te maken. Toen dacht ik, ik kan jou wel een voorbeeld aan jou nemen. Dus misschien ga ik het ook wel doen. Maar goed, dit is dus één zo'n stukje. Ik heb hem al op maat geknipt, zodat ik dan weet wat die is. Dan ga ik, werk op een magneetmat. Dat is handig, want dan blijft in ieder geval je mask goed liggen. En ik ga met deze ga ik aan de gang. Ga ik wel even kijken dat hij een beetje goed in het midden ligt. Ik denk dat hij zo wel goed in het midden ligt. Recht. Recht. Zo. Dan doe ik de magneten erop. En dan ga ik beginnen om hem met distress inkt in te... Oh. Welke kleur? Die had ik al uitgekozen. Ik ben ineens een slim geweest om het doosje weg te zetten. Ik heb gekozen voor Peacock Feathers. Even mijn borsteltje. Ik gebruik een borsteltje. Ik heb voor bijna alle kleuren heb ik een borsteltje. En dat bedoel ik. Ik heb een borsteltje voor rood. Ik heb een borsteltje voor blauw. Ik heb een borsteltje voor groen. En dan maak ik dat. Dan maak ik dat gewoon schoon op een keukenrol. En dan kan je gewoon op de volgende blauw aan de gang. Oké. Spullen aan de kant. Keukenrol erbij. Ik neem inkt op. En ik ga met draaiende bewegingen over mijn mask. Zorg ook dat als je dat wil, dat je de balletjes die aan de buitenkant zitten meeneemt. Nou, dat werkt gewoon hartstikke goed.
En dan haal ik hem eraf. Kijk. Is dit het resultaat? Nou, je mask maak je zo schoon. Dat doe ik straks. Ga ik jullie nu niet mee vervelen. Dan is dit... Oh ja, ik moet hem schoonmaken, want ik ga hem zo nog overtrekken. Dus ik ga jullie er wel mee vervelen. Leuk, hè? Kira, wat zie ik nou weer even in de gauwigheid. Ben je toch weer aan een nieuwe begonnen? Ja, ik snap dat wel. Nou, als je die andere ook maar gebruikt, dan is het allemaal goed. Fijn dat ik het goed vind, toch? Ik herken het zo. En zeker als je nieuwe spullen hebt, dan wil je dat uitgebruiken en gaan uitproberen. En dan pak je toch vaak, ja, maar ga je een nieuwe achtergrond maken. Oké, bij deze. Nu is deze denk ik wel droog. Dan ga ik hem inkleuren, tenminste zo schaduw geven, als ik bij die andere had gedaan. Ik ga even die andere opzoeken voor jullie. Deze. Dan, omdat dit op aquarelpapier is gedaan, vond ik het leuk om dat te doen. Dus met mijn aquarelpotloden. Want dan kan ik hem straks met water wat uitwerken. Kijk, daar komt mijn map met aquarelpotloden. Dat zijn toch wel mijn favoriete potloden hoor. Zeker voor dit werk. Dan ga ik kijken met mijn... En dan denk ik dat deze kleur daar het mooist bij past. Dan haal ik hem uit mijn map. Ik kan ook niet zonder kleurkaart. Dat vind ik zo fijn om te zien welke kleur je goed is. Ik zag dat mijn punt niet helemaal goed was, dus ik slijp hem even. Oh ja, ik zag net dat mensen weg moesten. Wat ik nog wilde zeggen. Al mijn filmpjes, of ik die nu voor Studio Light, voor Hobby Vision of waarvoor ook maak. Die komen allemaal te staan op mijn eigen YouTube kanaal. Nou zou ik het leuk vinden als mensen die daar nog geen lid van zijn, dat die daar lid voor worden. Ik zag dat ik bijna aan de 500 leden zat. Als dat lukt, dan doe ik er een mixed media pakketje uit, wat ik zelf samenstel. En dan verloot ik die op onder de mensen. Ik zie hier dat gevraagd wordt dat of het aquarel potlood, ja, de aquarel is de Derwent Intense. Doordat ik voor Colourstock werk, werk ik dus eigenlijk alleen maar met Derwent potloden. Nou, kijk. Dan zet ik hem aan. Ik druk niet te hard. En dan geef ik die onderkant geef ik iets kleur. Zo krijg je diepte in je mandala. Ik hoop dat ik in beeld zit te werken, jij. Ik zal niet te lang gaan kleuren, want ik wil ook nog andere dingen laten zien aan jullie. Maar ik wil dit toch wel even doornemen. Nou, deze kan je ook gewoon. En je hoeft ook helemaal niet hard op het potlood te drukken. Je zet gewoon een beetje aan. Vanuit het middelpunt naar boven. Doe ik hier zo. En als ik dan hier van onderuit naar boven werk, dan doe ik dat eigenlijk vanuit elk figuurtje. Wat ik daarmee bedoel is, als ik hier onderaan werk, dan werk ik ook daar onderaan en ook daar onderaan. Dan ga ik niet hier of daar beginnen. Nee, dan doe ik het allemaal aan de onderkant. Dan hou je het rustig. En dat is ook het meest logische dan voor je schaduw.
Hier zit er nog één. En als je nou zegt van hoe zat het ook alweer, dan kan je altijd je mask nog een keer opleggen. Kijk hem nou. Als je dan zegt van oh, hoe was het ook alweer, leg je hem er even op en dan zie je het. Dankjewel Judith. Ja, ik zag een aantal nieuwe abonnees. Nou, dat vind ik echt heel erg leuk. Want voor de rest gaat het hartstikke goed. Krijg ik veel reacties van jullie. Waar ik heel erg blij mee ben. Maar mijn YouTube kanaal die liep nog niet zo. Misschien dat de meesten het niet wisten. Dat kan hoor. Maar ik vind het wel heel leuk als dat nu dan een beetje aantrekt. En als je nou denkt van ik kan niet genoeg krijgen van deze mandala's. Want joh, er zijn zoveel mogelijkheden mee. Nou ja, dat heb je wel gezien. Wat je van mij ziet, dat zie je weer niet bij Dini. Ik weet in ieder geval, als ik het goed zeg, dat aanstaande donderdag Kira er ook mee aan de gang gaat. En zij is dan te zien bij Hobby Vision. En zij gaat ontzettend leuke dingen maken wat ik zag. Want ik heb al, trouwens, volgens mij stond het al op Facebook. Zij gaat dus met dezezelfde stencils aan de gang. Ik pak nu, en ik laat het even zo, want ik wil nog wat andere dingen ook doen. Dan pak ik een waterpenseeltje. Dan neem ik wat water. Ik had een klein beetje klaargezet, niet dat het over mijn werk zou gaan. En ik heb hier gewoon een Derwent waterkwastje. En dan ga ik nu de kleur een beetje uitwassen. Laten vermengen in de achtergrond. Dat vind ik dan het mooiste. Dus nu is het net echt een vlak. Maar als je het met je waterpenseel een beetje uit laat lopen, laat je hem verlopen in de achtergrond. En dat vind ik zelf het mooiste. Het is helemaal niet moeilijk en het geeft gewoon extra diepte in je werk. Ik ben toch een mens die van schaduw houdt. Als ik bloemen kleur ook, dat met bloemen ook, dan ben ik ook altijd heel erg, probeer ik daar diepte in te krijgen door met schaduw te werken. Nou, als je dat dan helemaal rondom gewerkt hebt, wat ik nu dan even niet doe, omdat ik ook nog andere dingen wil gaan doen, dan ga ik hem opnieuw afwerken met een randje. Dan leg ik mijn mask er weer op, zoals het hoort, zoals die goed zit. En dan is het ook wel prettig dat je de magneten hebt. Kijk. En dan pak ik mijn zwarte stift. En daar gaat hij. Daar heb ik hem. Dan trek ik hem nog een keer om met zwarte stift. Ik heb nu mijn zwarte stift die ik normaal niet gebruik. Ik zie niet zo gauw mijn andere. Nu heb ik een bak vol, dus ik pak wel even een andere. Ja, al het groene valt naar beneden en dus omhoog. Dus even kijken. En zwart. En ook hier had ik dunne besteld. Kijk, hier heb ik ook een dunne en een dikke. En dus ik ga nu ook met de dunne. Dit is ook de Uniball Signo. Ik pakte net een pen waar ik het eigenlijk nooit mee doe. Maar dit is ook de dunne.
omdat dit een kleine mandala is, kleine gaatjes, dan wil ik hem dus... Nou, ik wil die hier ook niet. Nou, zie je, jongens, het is dus niet alleen... bij mij wil er ook wel eens een keer wat niet. Ik vind het zonde om... Ja, en op mijn papier doet hij het wel. Het zou kunnen zijn dat mijn papier nog niet heel goed droog is en dat hij daarom niet doet. Ik denk echt dat dat het is. Maar dit is dan de bedoeling, wat je ziet. Dit is het dan. Je trekt hem dan nog een keer na met zwart. En dan krijg je hem zo. Daarna ga ik, net zoals ik hier heb gedaan, nog wat bijstempelen. Ik heb een crackolé erin, ik heb streepjes erin. Ga ik met deze ook doen. En dan gaan jullie hem ook vanzelf zien. Nou, dat is dus op de achtergrond van een jellyplate afdruk. Nu heb ik er nog één. Nee, zullen we eerst de pan pastel gaan doen? Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat is weer een hele andere manier. Even al mijn pennen netjes doen. Ik had mijn kleuren al klaargelegd voor de pan pastel. En het papier. Een papiertje zoeken. Ik geef niet dat er hier zoveel ligt, maar... Kijk. Hier is mijn papier. Ik heb gekozen voor deze. Voor drie kleuren. Ik heb ze iets donkerder genomen als die ik vanmiddag liet zien. Of die ik straks liet zien. Ik vond dat hij wel wat pit mocht hebben. Wat meer pit. Dus ik heb wat andere kleuren gekozen. En... Daar ga ik nu dus deze mee doen. En wat je dan doet, ik neem een beetje pan pastel op mijn sponsje. En ik ga in ronde bewegingen, ik leg hier even wat onder. Ik ga in ronde bewegingen over mijn papier. Dat doe ik op verschillende plekken en zo meteen ga ik de kleuren in elkaar over laten lopen. Nu breng ik het alleen aan. De kleurvlakken. Ja, grappig hè. Dan zie ik iemand die zegt van ja, ik vind die kleuren juist mooi. Nou, zo zie je smaken verschillen. Maar we maken deze en dan kan je het verschil zien wat je nou echt mooier vindt. Even op de hoek goed doen. Dat is één. Dan ga ik de groene er tegenaan zetten. Oh. Dit ging even een andere kleur als dat ik eigenlijk zou willen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik kan hem ook wel roze maken. Maar ook wel even een schoon spoeltje pakken. Even bij de les blijven. Zo. En nu zie je hier dat je vegen krijgt. Maar ik ga jullie zo meteen ook laten zien hoe ik dat wegwerk. Dan mocht er hier nog wat groen. Je hebt namelijk bij de pan pastel ook een blender. Ik heb nieuwe sponsjes. Ik vind dat ze... Even kijken waar mijn blender is. Die vergeet ik nou wel klaar te zetten. Nu zit hij niet tussen. Die zet ik even daar. Want die gebruik ik best heel vaak. Want met die blender kan je dus al je kleuren heel mooi in elkaar over laten lopen. Hier zit hij niet, daar zit hij niet. Nee. Is hij op vakantie? Nee, ik zie hem al. Zo. Doos.
Ik wacht in spanning af. Zo ernstig is het niet. Kijk, dit is een blender. En die blender, daar kan je eigenlijk, als je daarvan je kleur mee opneemt, kan je heel goed de kleuren laten verlopen. Kijk eens wat een verschil. Dan ben je de randen kwijt. En dan krijg je een veel mooier, egale overloop. Of niet, geen egale, een mooiere overloop van de ene kleur naar de andere. Welke papiersoort? Ik werk nu op Florence van Fase. En dat is de, ik ga even voor jullie kijken, volgens mij de 160 grams. Deze, Florence 200 gram smooth white werk ik op. Oké. Dan heb je dat gedaan. Dan kan ik hem nu, zou ik hem al kunnen fixeren, maar dat doe ik even niet, want ik ga er gelijk op werken met de mask. Ik kan weer weg. Ik pak wel weer even mijn magneetmat. Nou kan je ervoor kiezen om de kleuren van je achtergrond ook in je mask te doen. Dat hoeft niet, dat kan. Ik ga met deze beginnen. En wat je nu moet doen, ik zet hem even vast. Ik ga nu met Versamark, dat is een soort lijmstempelinkt, als ik dat zo goed zeg. Die haal ik over mijn Versamark en met een dabbertje. Je hebt tegenwoordig ook flesjes, maar dit doe ik. En dan ga ik over mijn hele patroon, over mijn hele mandala, breng ik dus die Versamark aan. Dan haal ik mijn mask eraf. En dan zie je al, tenminste het glimt, dat is dus je Versamark. En dan neem ik mijn sponsje waar ik al mee gewerkt heb. En daar doe ik helemaal niks, geen nieuwe pampastel meer op. Ik probeer een beetje hier in de kleur te blijven van de achtergrond. Dan ga ik hem hier verder met het roze. Dat vind ik altijd wel grappig. Tenminste, ik vind dat grappig. En als je zegt van ik vind het leuker om het allemaal in één kleur te doen, moet je dat vooral doen. Uiteindelijk, iedereen moet doen wat hij mooi vindt. Kijk, en dan heb je dus de achtergrond is met deze. Nou, dan zeg je ik wil er nog één op. Gaan we doen. Ik vind zelf deze deze vind ik zelf ook wel erg leuk. En ik zeg je van oké, ik doe deze maar half. Dus ik leg hem erop. Ik zet hem vast met mijn magneten. Ik pak weer mijn dabbertje, neem Versamark. En ik ga de Versamark weer aanbrengen over het patroon van de mandala. En als ik denk dat er genoeg op zit, haal ik hem eraf. En ook hier ga ik proberen een beetje in de kleur te blijven van de achtergrond. En je ziet hè, ik heb nog steeds geen nieuwe pampastel op mijn sponsjes gedaan. Nog steeds wat er op zat van de eerste keer. Dan is dit de tweede. Dat is toch gaaf? Jannie, dit kan ook met de stress. Ga ik je zo laten zien. Want in, als je, je bedoelt met de stress op op de pampastel achtergrond zou ik niet doen. Ik ga wel zo meteen met de stress op een andere achtergrond. Ik zou niet met de stress op deze manier
werken. Ik vind dit met pampastel het mooiste. Oké. Dan ga ik hem wel even fixeren. En nu wil ik gelijk laten zien op deze achtergrond dat je er ook mee kan werken met structuurpasta en krekelmoes. Even mijn kliedermatten onder. Ik heb twee soorten. Ik heb de structuurpasta van Dutch Du Bedoe, de witte. En ik heb een krekelmoes. En die krekelmoes, daarvan heb ik de kleur Russian White. Die ga ik laten zien en gewoon de witte. En dan kan je ook het verschil zien. Dus opnieuw leg ik een stuk mask op de achtergrond. Even kijken welke we. Die heb ik daar. Dus dan ga ik nu deze daar doen. Ja, ik loop te twijfelen of ik het nou toch ook op mijn. Ik ga het toch ook op mijn magneetmat doen. Die maak ik wel schoon zo meteen. Leg ik hem hier in de hoek, mijn blad recht. En dan ga ik werken met een spatel. Kijk, een lekkere rubbel spatel. En hier ga ik met de krekelmoes aan de gang. Kijk, je ziet het is parelmoerachtig, hè? Dus hier zie ik. Hier neem ik op en dan ga ik aanbrengen dus over mijn mask. Dan kijk ik wel even of alle vakjes een beetje gevuld zijn. Want anders is het niet echt leuk om te zien. Ik geloof het wel. Dan haal ik mijn mask eraf. En die doe ik wel gelijk in het water. Ik heb dat een andere keer niet gedaan. Met het gevolg dat mijn mask niet. Dat er een mooie glimlaag op mijn mask zit. Potje gelijk dicht, want als het droogt, dan kan je er niks meer mee. Nou, dit is. Zo, nou kan ik hem jullie goed laten zien. Dit is dus als je het doet met de krekelmoes. En nu is die mooi glad. Maar de naam zegt het al. Krekel, dat wil zeggen, hij gaat ja, kraken, zeg maar. En als je hier kijkt, zie je dus dat er barstjes in komen. Nou, dat zijn op sommige vintage dingen is het heel erg leuk om te zien. Maar ik ga jullie ook laten zien dat met gewone structuurpasta het ook heel leuk is. Ik maak even deze schoon. Het is wel handig om zo'n lekker spateltje te doen. Deze zal ik er eens helemaal op zetten. Ja, dat werkt dus niet. Weet je wat ik pak, jongens? Ik kijk niet goed op mijn potje. Ik denk, wat is die dun? Ja, dat is logisch. Ik pakte de gesso. Even mijn andere pak. Dit is ook niet de goeie. Hé, waar heb ik mijn pot staan? Even in mijn kast duiken. Nou, ik zie hem niet. Dan gaan we met een andere. Die zal vast alweer ergens staan. Ik heb ook de Liquitex. Dus die kan ook. Nou, hetzelfde. Neem pasta uit het potje en ik ga over mijn stencil en ik vul hem in met structuurpasta. Ook hier
kijk dat je wel alle gaatjes een beetje vult, want anders is het niet, tenminste vind ik het niet echt mooi. Smaken verschillen. En misschien is het wel de bedoeling om half-half te doen. Ik wil hem graag vol. Kijk. De rest terug in het potje. Ook hier weer het potje dicht in verband met uitdrogen. En halen we hem eraf. En ook hier geldt gelijk in het water, hè. Nou, dan kunnen jullie het verschil zien. Deze is dof. En dit is dus een glimmende die gaat krekkelen. Ja, wat vind je mooi? Dat is aan jullie zelf. Kies vooral wat bij jou past. Dus dat is ook nog een methode. Nou, wat hebben we dan? Oh ja, ik had nog één ding wat ik zou laten zien. Niet alles is af wat ik vanavond met jullie doe, maar ik vond het leuk om jullie te laten zien dat je met deze mask meer kan als alleen doedelen en inkleuren. Want als je ziet nu hoeveel verschillende dingen ik al heb gemaakt, dan dat is best veel. Oh, misschien heb ik ze wel nodig. Het laatste wat ik wil laten zien. Oh, dan moet ik. Nee, dat ga ik wel anders doen. Hier een afdruk met mijn 1 maatje grotere jellyplate. Je ziet, ik heb jellyplates in alle maten. Want nu heb je gezien. Ik zal het even laten zien dat ik dus de ronde in 3 maten heb. Dit is de grootste. En deze ronde is de kleinste. Ik geef een workshop binnenkort. En dan gaan we aan de gang met deze of met een vierkante. En de vervolgworkshop die daarop komt, ga ik met 2 jellyplates. Dus 1 en een grotere eroverheen. Dat kan ook vierkant. Maar goed, wij gaan met deze aan de gang. En ik ga jullie laten zien wat ik met deze ga doen. Ik ga even 1 mask schoonmaken. Anders kan ik het niet laten zien. Die lag in het water, maar die is nu schoon, hoop ik. Zo. En anders heeft hij pech. Bij die andere heb je gezien dat ik het rondje in het midden had. Maar wat je ook kan doen, is hem laten verspringen. Dus dat je hem erbuiten laat vallen. Deze heb ik ook gedaan met deze kleur blauw. Dus die ga ik ook nu even gebruiken. En dan ga ik met distress doen. Ik hoop dat ik hou even zelf mijn mask vast. Ziet hij goed? Ja, zo doe ik hem. En je ziet dat ik hem in de gele kant doe. Je kan hem ook in de blauwe kant doen. Maar ik vond het wel leuk om hem hier te doen. En dan ga je hier met je borsteltje erover. Dus degene die vroeg, kan het ook met distress inkt? Ja, het kan dus ook met distress inkt. Maar dan moet je op een distress achtergrond werken. Dat vind ik zelf het mooiste. En als je zegt van, nou, ik vind, kijk, dan krijg je dit. Nou, ik vind dit geweldig. Wat ik nu ga doen, ik zie dat het hier niet goed is. Dat ga ik straks nog in orde maken. Maar ook bij deze kan je dus weer de schaduw aanbrengen. En hem opnieuw intekenen met je zwart of wit of wat je maar mooi vindt. Doedel erin en je hebt weer een nieuwe afbeelding. Ik hoop dat ik jullie
een aantal ideeën aan de hand heb gedaan. Wat je allemaal zou kunnen doen met deze masks. Ik weet dat ze bij verschillende winkels al in de pre-order staan. Dus als je ze echt wil hebben, zou ik zeggen van bestel ze. En heel veel plezier ermee. En vooral laat ze ook zien. Hè. Dat vind ik echt leuk. Laat zien wat je ermee gedaan hebt. Want ook ik vind het leuk om te zien wat voor draai jullie je eraan geven. Want meestal geef je toch wel weer een draai aan je werk. Oké. Het is tijd. Ik ga straks nog spelen met deze om ze af te maken. Vergeet niet om donderdag ook bij Kira te kijken. Die gaat er ook mee aan de gang op een andere manier. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga dit nog voor jullie op Facebook zetten vanavond of morgen. Dan kan je het verschil zien. En aanstaande maandag ben ik weer bij Hobby Vision. En daar ga ik aan de gang met de jelly plate. De grote jelly plate. Daar ga ik leuke dingen mee doen, vind ik zelf. Daar komt vast de aankondiging wel van. Maar dan weet je dat er zijn altijd mensen die vinden het leuk om de jelly plate te zien. Nou, aanstaande maandag weer een kans. Om 8:00 bij Hobby Vision. Marjan, oh ja, inderdaad. Ik ga een cursus geven met de jelly plate. Daar kan je je voor aanmelden bij mij. Dan voeg ik je nog toe. En dat zijn dus eigenlijk ongeveer dit. Maar dat zie je vanzelf al bij de voorbeelden. Die staan, sorry, bij de aankondiging van de online workshop. Die staat bij mij op mijn tijdlijn. Moet je me denken een beetje naar beneden scrollen. Bedankt voor jullie aandacht. Ik vond het leuk dat jullie er met zoveel waren. En ik hoop jullie maandag weer te zien. En succes met al je dingen die je wil doen, je creatieve dingen. En de andere zie ik misschien donderdag bij Kira. Dankjewel voor het aandacht en vergeet mijn YouTube niet, alstublieft. Dan ga ik het pakketje klaarmaken. Tot volgende week.